Ja, daar zit ik weer. Welkom bij het tweede deel van de Late Night Show. Mijn naam is Gina en ik heb hier weer twee hele leuke gasten voor jullie. Jordi en Saskia, welkom. Saskia, jij bent community builder, daar hadden we het net al eventjes over. En Jordi, jij bent maatschappelijk werker, vooral in de jeugdzorg, GGZ en noem maar op. We hadden net al een heel leuk gesprek, maar ik wil nu vooral vooruit gaan kijken naar het nieuwe jaar en terugkijken naar het afgelopen jaar. Dus Jordi, vertel, hoe heb jij afgelopen jaar ervaren? Het eerste jaar waarin we eigenlijk geen lockdown hebben gehad. We zijn wel met een lockdown begonnen, maar uiteindelijk geen lockdowns meer gehad. Hoe was dat voor jou? Persoonlijk of op het werkveld? Laten we beginnen met persoonlijk. Ik moet zeggen, door mijn werkveld heb ik er eigenlijk niks van meegekregen. Ja. Alles ging voor mij gewoon door. Ik kon gewoon werken. Ik had ook die vrijstellingsbrief dus, van die lockdown. Of van dat je op tijd... Ja, die avondklok. Avondklok heb ik ook geen last van gehad. En wat merkte de jongeren? Heb je gemerkt dat jouw jongeren zich anders zijn gaan gedragen nu er geen regels meer zijn omtrent corona? Ja, dat is een goede punt wat je daar aangeeft. Dat is wel zeker zo geweest. Ik heb gewoon gemerkt dat de jongeren zich echt 6 keer zo erg zijn gaan vervelen. Mm-hmm. Omdat alles uitgevallen is qua activiteiten, qua voetbal, qua uitgaansgelegenheden. Dus ik kan wel zeggen dat je merkte dat de afgelopen jaar op de groepen vooral de drukte meer aanwezig was. Ja, en waar nu het voorbij is, zijn de jongeren weer wat blijer misschien? Of juist nog steeds een beetje eenzaam? Ik denk dat het eenzaamheid dat altijd wel nog een beetje blijft hangen in de jeugdzorg natuurlijk. Want je woont niet meer thuis. Wat was de vraag? wat de jongeren ervan hebben gemerkt nu? Ik merk gewoon dat de jongeren nu gewoon veel meer bezig zijn. Ja. Ze kunnen weer sporten bijvoorbeeld. Ik hou me vooral bezig met het sportengedeelte op tijdens werk. Ik vind het leuk om jongeren mee te nemen om activiteiten te doen. Van voetbal tot sporten in de gym, tot whatever wat zij willen doen. Ik ben paraat en ik zorg ervoor dat ze daarheen kunnen. Ja. Dat kan nu wel weer wat meer. Dat en zonder fijn. Regels en zonder gedoe eigenlijk. Ja. Hey, en Saskia, heb jij gemerkt dat de jongeren anders zijn geworden nu we geen lockdowns meer hebben? Ja, ik heb zelf natuurlijk niet heel intensief contact met jongeren. Mm-hmm. Maar wat ik wel van de jongerenwerkers zelf hoor is... dat ze er eigenlijk nog niet echt overheen zijn. Hoor. Want ze zeggen er is echt wel moeite zeg maar over... Ja, hoe ze met elkaar omgaan. Mm-hmm. Je merkt toch wel zeg maar dat ze dat in de afgelopen 2 jaar minder hebben gedaan. En dat daar nu nog wel het effect van te zien is op straat. We hebben bijvoorbeeld ook heel veel last van straatintimidatie. Ja. Dat ze ook wel zitten te worstelen met school. En er is ook wel... Weinig perspectief. Hè? Mm-hmm. Er zijn best wel veel problemen ook waar jongeren wel last van hebben. Ze kunnen niet op zichzelf wonen. Allemaal van dat soort dingen. Dus, volgens mij was het uitgaan al toen we ineens weer mochten. Is er gewoon een hele soort groep die pas 20 was toen we mochten uitgaan. Ja. Dat heeft volgens mij zelfs voor overlast gezorgd in clubs. Dus ik kan me best wel goed voorstellen dat er echt nu een groep is die zoveel niet heeft meegekregen. Die gewoon moeite heeft met op zichzelf wonen. Gewoon heel veel niet mee heeft gekregen. En er zijn natuurlijk gewoon ook andere problemen. Hè? Mm-hmm. Dus je kan geen huis krijgen. Nee, en de energiekosten zijn heel hoog. Zeker. Ze worstelen toch ook wel zeg maar met weer opnieuw naar school toe gaan. Ja. Terwijl ze eerst 2 jaar lang thuis hebben gezeten. Ja. Zeg maar. Dus er zijn de effecten van de corona en ook alle andere nieuwe problemen die we hebben. Ja, die sijpelen nog wel door in het leven van jongeren. Hey, en hoe was jij eigenlijk toen je jong was? Ja, hoe was ik eigenlijk? Ja, ik was wel wild. Oké. Ja, ik hield wel echt van uitgaan. Ik woonde al op mezelf toen ik 16 was. Okay. Dus ik ben eigenlijk ook een jaar nadat ik op mezelf woonde van school af gegaan. Dat was het effect ervan. Ik ging heel veel uit. Ik werkte ook in de horeca. Dus
ik droom. Maar je bent uiteindelijk teruggegaan naar school, of niet? Ja, ik ben uiteindelijk helemaal nog niet zo lang, hoor. Of ik ben denk ik 5 jaar lang heb ik zonder diploma's gewerkt. Mm-hmm. En toen dacht ik van nou, die horeca is wel leuk. Maar ik werkte echt bij Van der Valk. Dus in het begin deed ik echt nog de kersen op de affenmoes. Ja. Wat grappig. Ja. En ik heb me wel opgewerkt. En toen dacht ik, nou ja, dat is wel leuk. Maar dan moet ik wel inderdaad terug naar school. En dat heb ik toen wel gedaan. Het leerlingstelsel. Hoe oud was je toen? Toen je terugging? Ja, 22, denk ik. Ja. Maar ergens vind ik dat ook best wel inspirerend. Want ik kan me best wel voorstellen dat jongeren tegenwoordig ook zoiets hebben van, nou ja, ik wil stoppen. Of misschien zijn ze gestopt. Ja. Maar eigenlijk zegt dit, ook al stop je, het is niet het einde van de wereld. Je kan doorgaan. Nee, dat zeg ik ook altijd. Ik heb zelf nu ook kinderen. Ja. En ik zeg het ook altijd tegen mijn kinderen. Van, weet je, het is niet erg als het nu niet lukt. Maar ik gun het je wel dat je sneller klaar bent dan ik. Ja. Want het is wel een lange weg. Ja, het is een lange weg. En ik was 45 toen ik de universiteit ging doen. Oké, wauw. met 2 kleine kinderen. Ja. En ik werkte ook nog fulltime. En dat is, dat is toch best bitter. Dus het is denk ik leuker als je het doet als je in de 20 bent. De studententijd en zo, dat heb ik allemaal wel gemist. Ja. En dat lijkt me wel echt super tof. Maar ik denk wel dat het een hele mooie boodschap is om ook aan jou thuis mee te geven. Het komt altijd goed, dus je kan je altijd nog inschrijven. Of je kan iets anders vinden wat misschien wel bij je past. Jordi, hoe was jij 10 jaar geleden? Hoe was ik 10 jaar geleden? Niet zo gemotiveerd als nu. Mm-hmm. 10 jaar geleden deed ik ook heel iets anders dan dat ik nu doe. Ik kan me niet eens herinneren wat ik toen deed. Toen was je deed, 17 of 18. Toen ik 18 was. Ja. Ik heb verschillende opleidingen gedaan voordat ik deed wat ik nu deed. Mm-hmm. Volgens mij was het ook zo dat 10 jaar geleden precies toen ben ik naar Filipijnen geweest. Met een. Ik deed international business. Mm-hmm. Ben ik met een vriend van mij, althans hij was toen mijn stagebegeleider, zijn we naar Filipijnen gegaan. Tof. Hij was bezig met verschillende workshops of evenementen in het buitenland. En daar gaven wij workshops, zeg maar. Mm-hmm. Dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik toen begon na te denken van, hé, wat moet je hiervoor doen? Wat studeer je om dit soort dingen te organiseren en te doen? Zo ben ik op social work terechtgekomen. MBO 4 dan, mm-hmm. in plaats van HBO. En zodoende ben ik aan mijn opleiding begonnen, heb ik die afgemaakt en nu ben ik waar ik ben. Wat tof. Ja. En ik hoorde net al, je houdt van sporten. Ja. Hoe zorg je nog meer voor dat je lekker in je vel zit? Door te sporten. Mm-hmm. Alleen door te sporten. Echt vooral. Sporten? Ja, ik doe 1 keer in de week boksen en dan voor de rest zit ik in de gym. Hoe dus vaak in de week ga je naar de sportschool? Laten we 3 à 4 keer in de week, zeggen. Zo. Ja, maar dat is nu pas de laatste 3 maanden zo. Dat ik een beetje die motivatie te pakken heb. En dat, wat heeft eigenlijk je gemotiveerd dan? Ja, weet je, de zomer ingaan met een bierbike. Dat je denkt van, dat je denkt van nee, dat kan niet meer zo, weet je. Ik ben vaak op vakantie gegaan dit jaar. En toen dacht ik wel van oké, ik kan veel fitter zijn dan dat ik nu ben. En dat heeft mij vooral gemotiveerd. Ja, dat weet je, naast het zelfbeeld is het ook gewoon heel fijn voor je slaapt veel beter. Je voelt je gewoon letterlijk lekkerder in je vel. Ik heb zelfs het gevoel dat ik beter kan zien zelfs. Dus het heeft allemaal goede pluspunten voor mij. En dat wil ik gewoon, En Saskia, wat doe jij als je lekker in je vel wil zitten? Als ik lekker in mijn vel zit, je moet vooral zorgen dat je echt een leuke baan hebt waar je echt heel happy van wordt. Ja. Ik hou heel erg van dansen. Ik kan 3 dagen lang festivals helemaal uit mijn dak gaan. Ja, wat voor dans? Ja, ik hou echt. Ja, ik ben net ben ook op de camping geweest bij Mysteryland. Oh, wow. Dat is vet. En ik ga gewoon de hele dag door. Zonder. Ik heb geen drugs nodig. Nee. Ik hou wel van een biertje nog, maar ik heb geen middelen. Ik gebruik geen middelen. Maar ik vind het gewoon echt heerlijk om te dansen. Dan voel ik me echt helemaal vrij. Ja. Ik ga ook veel naar de sportschool. Gisteren stond ik nog en toen zei iemand zo. Ja, ik zeg ik moet volgend jaar weer 3 dagen dansen. Ja. Dus ik heb ook conditie nodig. Ik heb de kracht nodig. Precies. Dus ook veel sporten. En ik heb kinderen die ook nog wel redelijk jong zijn. Dus die houden me ook nog wel jong. Ja. Hey, en als er iets is wat je tegen de 17-jarige Saskia zou willen zeggen, wat zou dat dan zijn? Oei, nou dat is wel echt een moeilijke vraag, moet ik heel eerlijk zeggen. Toen ik 17 was, was ik echt heel ongelukkig. Ja.
Ja, ik... Ja, kijk, wat ik altijd denk, is van... Ja, als je 17 bent, dan... Ja, je zou eigenlijk veel meer van moeten genieten dat je nog zo jong bent. En ja. Dat je er dat je nog zo flexibel, dat je inderdaad ja, dat alles nog vanzelf gaat. Ja. Dat je er nog zo mooi uitziet. Ja. En ja, je bent dan zo onzeker, hè? Dus en ja, wat zou... Ik weet ook niet of je daar iets tegen kan doen. Nee. Dat is ook een fase waar je doorheen moet. Denk je dat jij naar jezelf zou luisteren, zeg maar? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk Jordi, dat je er gewoon doorheen moet. Wat zou jij tegen de 17-jarige Jordi willen zeggen? Ja, probeer vooral ergens op te focussen. Want toen ik 17, 18 was, ja, ik zat ook niet zo lekker in mijn vel, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm-hmm. En mijn afleiding was dus overal mee bezig zijn, behalve waarmee ik bezig moet zijn. Ja. Dus zet vooral je focus op iets, of een sport, of een studie, of whatever. En ga er gewoon voor. Ja. En volgens mij is het ook wel oké om op die leeftijd, op elke leeftijd hoor, maar zeker op die leeftijd is het oké om je niet altijd gelukkig te voelen, denk ik. Ja. Nee, ik denk dat je sowieso niet altijd gelukkig kan zijn. Nee, precies. Ik ben nu, kijk, ik ben heel happy, maar ik ben echt niet altijd gelukkig. Nee. Ja. Nee. Nee, en ik denk dat dat ook gewoon bij de puberteit hoort. Ik denk dat je zelf gewoon, je moet jezelf nog ontdekken. En dat is ook oké, denk ik. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Wat voor advies geef jij aan jongeren, Jordi, als ze naar je toe komen en zoiets hebben van, nou, ik moet gewoon even met iemand praten, ik moet mijn ei kwijt, ik ben gewoon heel verdrietig. Ja, dat is situationeel. Ja, anders krijg je de clichés, moet ik zeggen. Mm-hmm. Hoewel moet ik wel zeggen dat ik er echt volledig achter sta. Maar gewoon, ja, focus je vooral op iets. Het komt wel goed. Mm-hmm. Ja, ik heb niet echt een algemene pep talk voor je. Het is echt per situatie. Ja. Echt, je hebt echt 12 verschillende soorten jongeren op een groep. Het kunnen er 12 zijn. Mm-hmm. En dan merk je ook echt dat je gewoon met elke jongere gewoon een individuele aanpak hebt, zo, zeg maar. Individuele benadering, aanpak, hoe je het wilt noemen. En dat herkennen van de verschillen, dat is ook heel belangrijk, weet je. Je moet ook weten welke jongeren, bij welke jongeren je bepaald advies wel en niet kan geven. Mm-hmm. Want ja, bepaalde jongeren horen al vanaf hun zesde dat het wel allemaal maar goed komt. Maar dat is ook niet altijd wat je wilt horen, denk ik. Dat horen ze al continu, weet je. Dus dan moet je dat even... Ja. Een andere invulling geven. Je zegt wel hetzelfde, maar dat ga je gewoon net even anders communiceren aan zo'n jongere. En daar hou ik me het graagst mee bezig. Dat vind ik wel leuk. En voor aankomend jaar, is er iets wat je binnen je werk wil bereiken, wil betekenen voor de jongeren? Ja, je stelde net al de vraag wat ik later wil gaan doen. Ik heb een beetje ambities om... ik ben al semi mee bezig, maar ik wil gewoon een eigen... Een beetje een soort van het wijkcentrumcultuur terugbrengen. Mm-hmm. Ik wil gewoon in verschillende steden verschillende panden kopen of huren. En dan gewoon dat zo faciliteren dat jongeren daar terecht kunnen om te gamen, om te sporten. Of een dagbesteding of whatever, weet je. En dat ze daar gewoon vooral... Dat ze vooral daarin komen in plaats van dat ze katten kwaad op straat gaan uithalen. Ja. En staat bij mij in 2023 voorop. Om dat gewoon rond te hebben. Ja. Ja, je kan met mij komen oefenen. Ja, prima. We praten zo even. In de fietsenwinkel. Het komt helemaal goed. En Saskia, ik neem ze allemaal mee, hè, naar mijn pandje. Moet je wel weten. Wat zou jij willen bereiken in 2023? Wat zou ik willen bereiken? Op mijn werk? Ja, gewoon dat we... dat we hele mooie dingen gaan doen in de wijk. Ik wil heel graag dat we echt goed met elkaar samenwerken. Want ik denk dat je dan alleen... dat we dan op die manier weer een beetje vertrouwen kan terugkomen in die wijken. Dat mensen er echt wel weer in geloven. Ja. En we doen hele mooie dingen. En ik hoop dat we dat blijven doen. Heel mooi. Oké, okay. Laatste vraag voor jullie allebei. Saskia, hoe ga jij oud en nieuw vieren morgen? Het liefst zou ik gaan dansen. Ja. Maar goed, ik heb twee kinderen van 13 die ik niet meer bij mijn ouders kan troffen. Nee. Dus ik blijf thuis en komen vrienden langs. Leuk. En mijn kinderen zijn. En Jordi? Ik weet het nog niet zo goed. En ik weet ook niet of ik het wil delen met het doel van de meekijken. Oké. Nee, maar ik ga gewoon de champagne drinken. Ja. Ik denk dat ik om 12 uur lekker ga proosten met mijn moeder, bij mijn moeder thuis.
Leuk. En dan gewoon de wijk in. Ik woon vrijwel in het centrum, dus een beetje rondlopen. Ik ben al uitgenodigd voor een huisfeestje, dus gewoon even daar buurten. Ja, leuk. Lekker rustig chill. Gaan. Ja, ja. Ja, ja, al die feesten en zo, dat heb ik allemaal gehad. En nee. Dat is, je bent al zo oud, hè? 28. Ja, ik ben al 58 in mijn hoofd. Hey, maar, jongens, ik wil jullie heel erg bedanken. Yes. Bedankt voor jullie tijd. Jij thuis ook bedankt voor het kijken. Wat we hier vanuit kunnen opsteken is denk ik wat je voelt. Of het nou blijdschap is of misschien verdriet. Je mag het voelen. En zorg vooral goed voor jezelf en voor de ander. Je hoeft nog niet weg te gaan, want wij gaan gewoon verder met het programma. Ik zie jullie morgen weer en nu gaan we over naar Sanji.